Ja, Doena, 1-0. Doelpunt van jou. Ja, voor het heerlijk. Lang niet meer gescoord ook. En ook voor het team is wel lekker. Ja, je had een paar hele leuke acties. Maar beschrijf eens die actie van het doelpunt. Ik dacht gewoon naar binnen toe komen en dan verre hoek zoeken. Als niemand raakt, ja, dan gaat hij zelf erin. Dus het was bewust schot op doel? Ja, tuurlijk. Ja. 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 Hoe voelt dat weer om na zoveel tijd weer en in de basis te spelen en de 3 punten te pakken? Ik probeer gewoon me te bewijzen. De kans die ik krijg, gewoon bewijzen. Afgelopen wedstrijd met een assist, nu goal. Dus ja, voelt gewoon veel vertrouwen. En zoals ik zei, lang niet meer gewonnen. Dus het voelt toch ook gewoon lekker dat we 3 punten mee kunnen nemen. Ja, was het een moeilijke wedstrijd? Ja, het was echt een moeilijke wedstrijd. Het was gewoon 50-50 wedstrijd. Wij zaten niet lekker in de wedstrijd en zij zaten ook niet lekker in de wedstrijd. Dus als je met 1-0 naar huis kan gaan, ja, voelt gewoon fijn. Ja, maar kwam het door het weer, door het aanhouden de regen? Ja, kan. Ja. Ik neem aan dat je nu een heerlijk weekend hebt. 3 punten, matchwinnaar. Zeker. Ik kan wel even genieten. Maar belangrijk is gewoon dat we dit gewoon vol gaan houden en naar NAC toe. Dus dat moet wel goed komen. Prima, dank je. Fijn weekend.